Beste Sundertenaren, beste relaties. Het jaar 2020 is aangebroken. Een nieuw decennium en een nieuwe periode die voor ons ligt. We zijn aanbeland in de jaren 20. En dat geeft energie, vindt u ook niet? Namens het gemeentebestuur van Sundert heet ik u van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente. En voor mij is dit de eerste nieuwjaarstoespraak die ik voor u mag houden. Na een half jaar het ambt te mogen vervullen. Een half jaar met vele mooie indrukken en mooie ervaringen. En dit mag ik doen, zoals u zelf ook heeft kunnen zien, in het hernieuwde raadhuis. Met veel oog voor duurzaamheid en behoud van de authentieke elementen hebben Sundertse ondernemers gewerkt aan een eigentijds raadhuis. Een raadhuis voor al onze inwoners. 2020 belooft veel moois. Zo openen we binnenkort de nieuwe brandweerkazerne en ambulancepost. De buurtschappen zijn alweer druk bezig met de nieuwe corso-ontwerpen. Ik hoorde het zojuist al bij enkele die ik sprak in de rij. Maar eerst vieren we morgen nog het Vaandelfeest. En het boek Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Sundert en Bennenhout wordt in maart opnieuw uitgegeven. En om dit te vieren gaan de gildes samen op zoek naar een burgerkoning of koningin. En natuurlijk herdenken we ook in 2020 75 jaar bevrijding. Met april als maand van de vrijheid. En dit is nog maar een greep uit hetgeen ons in 2020 te wachten staat. Er is veel om trots op te zijn in Sundert. En dat vindt ook de commissaris van de Koning, Wim van der Donk. Sundert staat voor de kracht van Brabant. Mooie woorden van onze commissaris van de Koning, die ik alleen maar kan onderschrijven. En Sundert laat lef en koers zien door hard te werken aan de bestuursopdrachten die in 2018 zijn vastgesteld. Zo zetten we bijvoorbeeld concrete stappen op het gebied van onderwijshuisvesting en een vitaal buitengebied. Samenspel met alle betrokkenen is hierin een belangrijke factor voor succes. Een goede dialoog is cruciaal om te komen tot besluiten waar onze gemeenschap achter staat. En als je als gemeente lef wil tonen, stappen wil zetten, dan vraagt dat echter nogal iets van de dialoog die gevoerd wordt. Het is een ontdekkingstocht die je met elkaar aangaat. Een zoektocht naar de juiste stappen, waarbij niet alle informatie altijd op voorhand beschikbaar is. Je leert bij elke stap die je zet. Vaak doe je een stap vooruit, soms kies je een ander pad dat beter werkt. Een zoektocht die je met elkaar en met de overtuiging in een positief resultaat aangaat. En zoals in de pilot Vitaal Buitengebied ook blijkt. Partners zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, overheden werken samen aan de toekomst van ons buitengebied. Maar soms zijn er ook ogenschijnlijk tegengestelde belangen, waarbij de kracht van luisteren niet onderschat mag worden. De ander bevragen, horen wat iemand beweegt. Verschil van mening hoeft namelijk niet altijd te leiden tot verdeeldheid. Het maakt het gekozen pad alleen maar waardevoller en breder gedragen. En in de afgelopen maanden vertelde iemand me, in onze gemeente hebben van alles wat er is wel twee. Wellicht historisch ontstaan vanuit een gezonde strijd enerzijds, maar ook een grote gemeenschapszin anderzijds. We zien het terug in het Corso, de vele sportverenigingen en het rijke culturele aanbod in onze gemeente. En een van onze wethouders sprak de volgende woorden tijdens mijn installatie. Sundert is ook een gemeente waar iedereen overal specialist in is en ook overal verstand van heeft. Na mijn eerste half jaar kan ik u zeggen dat ik dit volledig herken. Het is een houding die misschien wat eigenzinnig kan overkomen, maar ook leidt tot een ongelooflijk grote organisatiekracht. Als gemeente willen we op een coöperatieve manier samenwerken aan verbeteringen. Maar soms kan het zo zijn dat u als inwoner denkt, dat kan ik beter. Daar waar u als inwoner ervan overtuigd bent dat het slimmer, beter, goedkoper of anders kan dan de gemeente, geven we u vanaf komend jaar de kans. We geven u het recht om ons uit te dagen. Vanuit de overtuiging dat we samen verder komen. De wijze waarop we dit gaan doen, werken we komende periode verder uit. En hierover wordt u geïnformeerd. Maar het gaat niet alleen om grote initiatieven, juist ook om kleine, tastbare ideeën. Een voorbeeld vinden we in de huiskamer van Achtmaal, waar een groep ouderen bij elkaar komt. En ik wil u graag nog even vragen naar bijgevoegd filmpje te kijken. Vanuit het Verde Hart, een nieuwjaarsgroep van de huiskamer. We kijken heel de week uit naar de verder. Het is er altijd gezellig. En wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar!
Wat een lieve groep mensen. En een ogenschijnlijk kleine, maar buitengewoon waardevolle activiteit in onze gemeente. Deze initiatieven en activiteiten in onze gemeente moeten we koesteren. Maar laten we ook kritisch naar onszelf durven kijken. We hebben in Sundert een rustige oud en nieuw gehad, waarbij de overgang naar het nieuwjaar op een hele positieve manier gevierd is. Maar er zijn nog steeds uitdagingen die onze aandacht nodig hebben. Afgelopen woensdag heeft onze politie tijdens een verkeerscontrole enkele kilo's hennep in een auto gevonden. En door hier op een doortastende en adequate wijze vervolg aan te geven, hebben we gisteren in de Molenstraat twee actieve kwekerijen, een drogerij en een stekkerij aangetroffen. Uiteraard ga ik als burgemeester passende maatregelen nemen. Deze actie is een resultaat van de intensieve samenwerking in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. En hierbij werken wijkagenten, handhavers en ambtenaren openbare orde en veiligheid intensief samen. Ondermijnende criminaliteit kunnen we, maar zullen we ook nooit tolereren. Heeft u signalen, dan is het van belang deze ten alle tijde te melden. En dit kan ook anoniem, via meldmisdaad anoniem. En bij binnenkomst in het raadhuis heeft u het al kunnen zien. Wij bieden een alcoholvrij aperitief aan, als symbool voor verantwoord alcoholgebruik. U heeft het allemaal afgelopen jaar kunnen lezen in de media. De Sundertse jeugd drinkt meer dan jeugdigen in andere gemeenten. Maar dit bericht zal niet nieuw voor u zijn geweest. Ik hoorde het in mijn rondgang en kennismaking met onze gemeente al regelmatig. Zowel jong als oud bracht het soms met enige trots bij mij ter sprake. Een vorm van trots die mij dan wel weer verbaast. Vanzelfsprekendheden die er van oudsher zijn over het gebruik van alcohol en de wijze waarop wij dit overdragen op nieuwe generaties, onze jeugd, mogen we tegen het licht houden. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 is niet alleen strafbaar, onverantwoord drankgebruik op jonge leeftijd is ook zeer schadelijk voor de ontwikkeling. Dit vraagt om bewustwording en gedragsverandering van alle partijen. Geniet, maar drink met mate. Een veelgehoord credo inmiddels een decennium terug. En als gemeente zetten we actief in op voorlichting over verantwoord uitgaan, samenwerking met horecaondernemers en gaan we actief controleren op alcoholgebruik onder jongeren. Maar we hebben vooral ook ouders, het verenigingsleven, onderwijs en ondernemers nodig om hierin samen met ons op te trekken. Ik nodig u uit samen met ons deze handschoen op te pakken. Onze jeugd heeft immers de toekomst. En dat ik vanaf februari niet meer de jongste burgemeester van Nederland ben, betekent dat er wel weer wat verjonging mag komen. Daarom hoop ik hier volgend jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie samen met de eerste kinderburgemeester uit onze gemeente te staan. Dit jaar gaan we namelijk op zoek naar de jonge vertegenwoordiger van onze gemeente. Ik wens u allen een heel gezond, liefdevol en voorspoedig 2020 toe. En de bekende Brabander, die heeft er al een lied over geschreven. En ik wil deze nieuwjaarstoespraak dan ook eindigen met dezelfde woorden. Laten we proosten. Op 2020, proost!